I have a dream. Today we observe not a victory of party, but the celebration of freedom. Niet voor niets horen deze twee citaten van Martin Luther King en John F. Kennedy bij de top 10 van de meest belangrijke speeches ter in de geschiedenis. Al voor onze geschiedenis dachten mensen na over vrede en over oorlog, en de positieve en de negatieve kant daarvan. Vrede betekent oorlog ergens anders. En dat is jammer genoeg een erg treffende beschrijving van onze tijd. En wat valt er ook aan te doen? Een vader. Een vader was eens een krant aan het lezen, toen, toen zijn zoontje met hem wilde spelen. De vader pakte een wereldkaart en scheurde die door midden. En zei, als je deze af hebt, dan, dan ga ik met je spelen. Ze dacht, na. Die is wel een uurtje zoet. Maar wat bleek? Het zoontje was vijf minuten later terug. En de vader was verstomd en die zei. Van, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? En zijn zoontje antwoordde. Op de achterkant stond een mens. En om de wereldkaart één uh, te laten worden, moet de mens eerst één worden. Dat betekent dus ook. Dat we niet bij de pakken neer moeten gaan zitten. Maar werken aan de mensen die we nu zijn. En werken aan de toekomst. Niet jij en ik, maar wij kunnen iets doen aan een stukken gescheurde wereld. Vorm die eenheid en betrek iedereen erbij. Want als we dan met spijt terugkijken op het verleden. Kijk dan met hoop naar de toekomst. En heb vertrouwen in de dag van vandaag en in de toekomst. Wat er is gebeurd. Dat maakt niet meer uit. Dat is geschiedenis. Laten we nu alleen maar verder gaan kijken.